In deze tweede editie van onze serie in verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart praten we met de directeur van de Academie van Hoger Kunst en Cultuur, AHKCO, Jane Colliff-Berggraaf. Ze vindt het voor de vrouw belangrijk om te staan in haar kracht en elke fase van groei te omhelzen. Colliff-Berggraaf zegt dat gendergelijkheid geen rol speelt in het willen innemen van je plaats in de maatschappij. Consequent werken aan jezelf is een belangrijke stap in persoonlijke ontwikkeling. Als vrouw hoef je jezelf niet te bewijzen. Authenticiteit is de sleutel naar succes. Een van de succesregels van mij zijn zeker neem tijd om te groeien. Ik ben door ontzettend veel trajecten gegaan, maar in elk traject heb ik geleerd, ik heb afgeleerd en uiteindelijk ben ik nog aan het leren. Omdat elk traject zijn eigen uitdagingen heeft, maar in relaties moeten we leren om ons kwetsbaar op te stellen. Wat we doen is vaker vanuit emotie dingen benaderen. Terwijl je soms in een reflectiemoment gaat kijken van, hey, het hoefde niet. Maak een punt. Wat wel van me gezegd wordt, ik ben ontzettend direct in mijn communicatie. Wat vaker tot aanstoot kan leiden. Maar ik ben weer zo eerlijk in die relatie om terug te komen op wat ik zeg van, luister, waarschijnlijk was het misschien niet zo fijn, maar dit is wat ik eigenlijk bedoel. Dus die constante communicatie en beseffen dat de ander niet is zoals ik ben, heeft toegemaakt dat ik mezelf beter heb leren kennen, je weet. Want communicatie begint bij zelfkennis. Ik heb moeten verbeteren. I have to improve. So many things. Ik moest zoveel dingen anders leren doen. En niet om de ander te pleasen, maar zelf voor mij groeien, mijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze gaf verder aan dat het vooral voor vrouwen in een loopbaan belangrijk is om te werken aan het verheffen van elkaar. Hiermee bereik je als individu veel meer, vooral op persoonlijk niveau. Een van de mooie dingen die ik vind, is dat je zo eerlijk naar jezelf moet zijn in dingen die je doet. Laat je zwakheden zien. Het is niet verkeerd als ik zeg dat dat niet mijn core business is. Maar wat ik wel gezegd heb, word goed in wie je bent, in wat je kan. En in mijn streven om beter te worden heb ik reflecteer nooit gaat dat ik iemand naast me weggestoeld heb. Integendeel, in mijn groei en ontwikkeling heb ik mensen meegenomen. En ook al was je misschien niet op het niveau, ik heb wel in de relatie met mensen gezegd van je kunt het. Dus die inspiring role, die motivatierol heb ik steeds blijven vervullen. Waardoor ik zelf door dat traject zodanig gegroeid ben dat ik eigenlijk als mensen met me praten, maar hoe doe je dat? Ik zeg, spiritualiteit is ook heel erg belangrijk. Colliff-Berggraaf besluit met de motivatie aan de vrouwen om ondanks alle tegenslagen te blijven doorzetten in hetgeen je doet.